Hoe wordt zonlicht elektriciteit? Vanuit Versus in Hasselt, dit is de Universiteit van Vlaanderen. Wie van jullie heeft er zonnepanelen op haar of zijn dak? Steek de handjes maar omhoog. Proficiat, toch een aantal. Jullie waren niet de eerste. Reeds in 1884 lag er een eerste zonne-energieinstallatie op een dak in New York. En een jaar ervoor, in 1883, was er een eerste wetenschappelijke paper over de technologie gebruikt in die installatie ergens verspreid. Het leuke is, je kan beide terugvinden op het internet. Gewoon Google, je kan de foto terugvinden, je kan de wetenschappelijke paper terugvinden. Dat vind ik persoonlijk al vrij ongelooflijk. 1883 en 1884. Ten tweede, tussen 1883 en 1884 is er amper één jaar. Dus in één jaar tijd is men van een labo-ontwikkeling naar een effectieve toepassing gegaan. Tegenwoordig doen we daar gemakkelijk 10, 20 jaar over. Dus ook dat is vrij opzienbarend. Wat zijn de volgende belangrijke geschiedenismomenten voor zonne-energie? Wel, van 1883, 1884 gaan we richting 1950, 1960. Dat is het moment dat de mensheid, Amerikanen, Russen, naar de ruimte wouden. En als we naar de ruimte gaan, hebben we ook een goede energiebron nodig in de ruimte, een betrouwbare energiebron. En zonne-energie is ook daar een zeer goede kandidaat. Dus dat is ook het moment dat er vrij veel geld geïnvesteerd is opnieuw in onderzoek, ontwikkeling, wetenschap rond zonne-energie. Dus daar hebben we weer een boost gekregen in kennis. Dan gaan we weer eens verder en dan komen we rond 1973, de oliecrisis. Dat was het moment dat wetenschappers begonnen te beseffen van oei, die niet hernieuwbare energievormen, olie, steenkool, daar gaan we het niet mee trekken tot het einde van onze dagen. We hebben ook iets anders nodig, iets hernieuwbaar. En zonne-energie, beseften ze toen al, was ook een van die goede keuzes. Dus opnieuw is er toen vrij veel geld geïnvesteerd in onderzoek naar zonne-energie. En zo komen we in de jaren 80, 1980. Dat zijn de momenten dat de eerste deftige, noemenswaardige installaties overal beginnen te verschijnen. Zonne-energie-installaties. En vanaf dan gaat het vrij snel. Vanaf dan hebben we exponentiële groei aan installaties. Eerst kleinere installaties, later grotere installaties. In de tussentijd zelfs installaties van de grootte van 1 gigawatt piek. En 1 gigawatt piek, dat zeg je niet direct zoveel, maar dat is het vermogen van een typische kerncentrale. Dus we maken al installaties, niet direct in België, maar in China en India bijvoorbeeld wel, die even groot zijn in vermogen als een kerncentrale. Dus, waar staan we nu in 2020? 2020, dus sinds jaren 80, hebben we nu in totaal van onze volledige elektrische energievoorziening 4% zonne-energie. Dat lijkt niet veel, maar vergeet die exponentiële groei niet. Dat betekent dat we heel snel bij die 10% gaan geraken. Die gaat er heel snel aankomen. En de reden is ook misschien verrassend. De reden is niet ecologisch, maar economisch. Zonne-energie is ten eerste de goedkoopste vorm van energie die we hebben wereldwijd. En ten tweede de snelst groeiende vorm van energie die we hebben ook. De goedkoopste. Elke keer dat het aantal installaties wereldwijd verdubbelt, gaat de prijs van zonne-energie met meer dan 20% naar beneden. Dat noemen ze de learning curve. Dus hoe meer we begrijpen, kennis hebben over zonne-energie, hoe goedkoper het wordt. En wat wij wetenschappers doen, is die learning curve proberen te bestendigen, te onderhouden, ervoor te zorgen dat we blijven naar beneden gaan in prijs, dat we enkel goedkoper en goedkoper worden. Door bijvoorbeeld goedkopere materialen te gebruiken, hogere efficiënties te behalen, snellere productieprocessen, efficiëntere productieprocessen, dat soort van dingen te gaan gebruiken. De snelst groeiende vorm van energie? Wel, minder dan elke seconde, dus sneller dan in elke seconde, is er ergens een dak in de wereld waar zonne-energie opgelegd wordt. Dus elke seconde komt er een zonne-energie, een normale gezins zonne-energie-installatie erbij. Dus nu, nu, nu enzovoort. Dus je kunt je voorstellen hoe snel het wel niet gaat. Dus vandaar, ik heb nu duidelijk aangetoond dat zonne-energie ten eerste al een lange geschiedenis heeft, sinds 1883, 1884, ondertussen al heel goed ontwikkeld werd en ook een heel mooie nabije toekomst heeft. Vandaar dat het wel belangrijk is voor jullie allemaal dat we eens gaan kijken van hoe een zonnepaneel effectief werkt.
Eerst als wetenschapper moet ik nu even iets specifieker worden. Ik zeg al de hele tijd zonnepanelen, zonne-energie. Maar specifieker moet ik zeggen fotovoltaïs zonnepaneel. En het woord fotovoltaïs zegt alles al. Foto en voltaïs. Foto staat voor foton. Dat zijn energiedeeltjes die we ontvangen van de zon. Voltaïs staat voor volt, spanning, elektriciteit, elektronen. Deeltjes die door die fotonen gecreëerd worden, die we in het zonnepaneel gaan vrijmaken om te kunnen gebruiken als stroom. Dus die fotonen gaan we op een of andere manier omzetten in elektronen, die we kunnen gebruiken als elektriciteit. Nu, ik ga het proberen op een zo makkelijk mogelijke manier uit te leggen. Echt wel terug naar de basis. Ik heb een aantal spelletjes van mijn dochtertje van 1,5 jaar meegebracht. Dus ik ga het heel erg simpel houden. Eerst fotonen. Dus ik zei er juist al, fotonen zijn de deeltjes die we krijgen van de zon. Klopt niet helemaal. Het zijn eigenlijk geen deeltjes. Het is straling. Het zijn eigenlijk energiepakketjes die we ontvangen. Pakketjes energie. Straling, UV-straling kennen we allemaal. In de zomer is UV-straling een van die schadelijke stralingen die we niet zo leuk vinden. Straling heeft een golflengte en een frequentie. Twee moeilijke woorden, niet zo belangrijk. Wat betekent het voor ons als mensheid, als mensen? Die golflengte, die frequentie, percipiëren wij als een kleur. Dus die golfpakketjes hebben een kleur. En afhankelijk van welke kleur ze hebben, hebben ze ook een bepaalde energievorm. En we kunnen die perfect gaan tellen, die fotonen. Per tijdseenheid per oppervlakte, dus per vierkante meter per seconde, kan ik die fotonen perfect gaan tellen. Als ik bijvoorbeeld een telraam heb, ideaal telraam was geweest waar we de volledige regenboog hadden, waar de IKEA spijtig genoeg begint niet bij rood en begint bij zoiets paarsachtig, maar dit is de regenboog. Als we eerst naar de zon kijken, de zon is typisch vrij geel. Dus dat betekent, de meeste fotonen die we ontvangen, zijn gele fotonen. Dus van geel ontvangen we er heel veel. Groen eigenlijk ook nog vrij veel. Dan kunnen we naar de voorkant gaan, naar de blauwere fotonen. Daar gaan we alsmaar minder van ontvangen. En ook naar de andere kant, hetgeen zogezegd rood is, daar ontvangen we ook alsmaar minder. Dus op die manier kunnen we een spectrum gaan creëren. Een spectrum van fotonen die wij ontvangen van de zon. Dus een spectrum van aantal fotonen als een functie van de energie, als een functie van de kleur. Dus genoeg voor fotonen. Het andere belangrijke deeltje waren elektronen. Daar heb ik ook een speeltje voor mee. Een heel belangrijk speeltje. Dus alle papa's, mama's, opa's, oma's, nonkels, tantes. Ik heb het aan mijn dochtertje gegeven met Kerstmis en zij vond het fantastisch. Het boekje Quantum Physica voor baby's. Heel tof boekje. En daarin wordt uitgelegd hoe een atoom in elkaar zit. Niet meer, maar daarmee heb je genoeg. Dus een atoom... Even terug wegleggen. Een atoom is een kern met daar rond elektronen. En die elektronen zijn enkel toegelaten op bepaalde energieniveaus, op bepaalde schillen. Dus we hebben een kern, elektronen rond, enkel op bepaalde energieniveaus. Niet ertussen, erop. Wat kan er nu gebeuren? Het is mogelijk dat zo'n elektron zich naar een hoger energieniveau beweegt, dus van één schil meer aan de binnenkant naar een schil meer aan de buitenkant, als het energie kan opnemen. Die fotonen waren energiepakketjes. Dus als we het juiste energiepakketje hebben, dan kan een elektron van een meer binnengelegen schil naar een meer buitengelegen schil gaan bewegen door die energie op te nemen. Een zonnepaneel. Nu, in een zonnepaneel hebben we niet één atoom, maar hebben we heel veel atomen. En heel veel atomen ook heel dicht bij elkaar. Op zo'n moment die energieschillen die beginnen te overlappen. We hebben geen schillen meer, maar we hebben energiebanden. En als ik nu ga kijken naar de twee buitenste banden, hebben we eerst een volle band met elektronen, een energieverschil, en een lege band zonder elektronen. In die volle band met elektronen daar zitten al de elektronen heel dicht bij elkaar en die kunnen niet meer bewegen. Maar er is een energieverschil en dan krijgen we onze lege band, onze lege energieband. Dus wat kan er nu gebeuren? De fotovoltaïsche materialen zijn juist die materialen waar het energieverschil tussen die twee banden juist binnen het zichtbaar licht valt. Juist binnen het aantal fotonen dat we ontvangen van de zon valt. Die energieën. Dus we kunnen die fotonen gaan gebruiken om een elektron van die volle band naar die lege band te laten springen, te laten gaan door energie extra te krijgen, waar het beweegbaar wordt, waar het kan bewegen. En dan in een zonnepaneel zorgen we er ook voor dat dat elektron in een bepaalde richting beweegt en kan afgetapt worden als elektriciteit. Stromende elektronen zijn elektriciteit.
Dus op die manier kunnen we effectief fotonen gaan gebruiken om elektronen vrij te krijgen en te gebruiken als elektriciteit. Als we terug naar het spectrum gaan, we kunnen niet alle fotonen gaan gebruiken. Typisch, die energieband is een bepaalde energiezone. Ook in ons spectrum gaan we een bepaalde energiezone kunnen gaan gebruiken om elektronen vrij te maken. Sommige fotonen gaan te weinig energie hebben, andere fotonen gaan te veel energie hebben. Fundamenteel gezien, zoals ik al zei, we kunnen niet alle fotonen gebruiken. Dus fundamenteel gezien gaan we een maximale efficiëntie hebben voor ons zonnepaneel. Efficiëntie betekent eigenlijk uitgaande energie gedeeld door inkomende energie. Hoeveel percentage van die fotonen kunnen we nu effectief omzetten in elektronen? Of op een andere manier, hoeveel elektronen gedeeld door hoeveel fotonen? 30%. 30% is de fundamentele efficiëntie voor één fotovoltaïsch materiaal dat we fotonen kunnen omzetten in elektronen. In de realiteit, in labo's, in zonnepanelen op sommige daken, de beste zonnepanelen, hebben reeds een efficiëntie van boven de 25%. Dus dat is al vrij dicht bij die 30%. Dankzij jarenlange technologische en wetenschappelijke ontwikkeling. En het materiaal dat daarin gebruikt wordt, is silicium. Silicium is een heel populair materiaal voor zonne-energie. Net omdat het al gebruikt wordt in de jaren 50, 60, die space race waar ik al over gepraat heb, toen was het al silicium. En silicium is enkel populairder geworden, want het wordt ook gebruikt in jullie computers, in jullie smartphones als computerchips. Dus al die synergieën van die ontwikkelingen hebben er ook voor gezorgd dat silicium heel populair was voor zonne-energie. Dat is het meest gebruikte materiaal. Tot hier de werking. De volgende vraag die jullie mee zouden kunnen stellen is: wat doen jullie nu in het labo? Want die 25% ligt al vrij dicht bij die 30%. Klopt. Dus we gaan inderdaad wel enigszins op zoek naar hogere efficiëntie tegen een lagere prijs. We kunnen wel degelijk boven die 30% geraken als we twee materialen gaan gebruiken. Niet één materiaal, maar twee materialen. Maar ik ga daar niet op focussen. Wat is interessanter, is nieuwe toepassingen. We kijken ook naar nieuwe toepassingen voor zonne-energie waar architecten wel warm van worden. Wat wij proberen is om zonne-energie twee functionaliteiten te geven. De functionaliteit van energieopwekker, maar daarnaast ook de functionaliteit van iets anders. Een dakpan, een façade-element, een glaspaneel. Dus een extra element erbij te brengen. En op die manier het interessant te maken voor architecten om nog meer zonne-energie te gaan integreren. Hetgeen we noemen Building Integrated PV, gebouw-geïntegreerde PV, gebouw-geïntegreerde fotovoltaïsche zonnepanelen. En daar stoten we nu juist op de limitaties van silicium. Het meest gebruikte materiaal tot nu toe. 95% van de huidige zonnepanelen zijn silicium. Nu, het nadeel van silicium is, als we in de tabel van Mendeleev gaan kijken, met alle elementen, één element is silicium. En als je enkel silicium gebruikt, gaan we altijd dezelfde eigenschappen hebben. Altijd de eigenschappen van silicium. En het is wel degelijk mogelijk om met die tabel van Mendeleev andere elementen te gaan gebruiken. Een groep die we dunne filmelementen noemen. Bijvoorbeeld hier heb ik een volledig zonnepaneel mee. Hetgeen is al duidelijk. Het is lichtgewicht. Het is flexibel. En het kan zelf flexibel gemaakt worden in kleur en in grootte. We kunnen perfect de kleur gaan aanpassen. We kunnen perfect de grootte gaan aanpassen. Het materiaal hier gebruikt is koper, indium, gallium, selenide. Dus vier elementen uit de tabel van Mendeleev die we samengesteld hebben om toch weer een halfgeleider te krijgen, zoals silicium. En die werkt als een fotovoltaïsch materiaal. En hetgeen een dunne film materiaal genoemd worden. Want dit materiaal, qua dikte, hebben we minder dan 1/100ste, minder dan 1% van de dikte van een silicium zonnepaneel nodig. Dus veel minder materiaal. Waardoor het voordeel ook is, ten eerste dat het flexibel wordt, dat het lichtgewicht wordt. En ook als we kijken naar de materiaalconsumptie, het kostpotentieel is ook veel lager in dit geval. Als we natuurlijk genoeg hiervan kunnen maken. Dat is wel belangrijk. Dat hier eventjes leggen. Nog belangrijk, dunne film, flexibel, lichtgewicht, rolt gemakkelijk op. Dunne film is ook het materiaal dat we al gebruikten in 1883, 1884. We zijn dus terug aan het werken met de materialen van toen. Ik heb nog twee voorbeeldjes van wat we effectief in het labo doen. Eén voorbeeld is hier, is koper, indium, gallium, diselenide. Indium en gallium zijn twee van die materialen waarvan we niet zo heel veel hebben op de wereld. Het zou perfect kunnen gebeuren op een bepaald moment dat we zodanig wijn hebben dat indium en gallium vrij duur zullen worden. En dat willen we niet, want we willen het juist zo goedkoop mogelijk maken.
Dus bijvoorbeeld een ander materiaal dat we aan het ontwikkelen zijn in het labo is koper-zink-tin-sulfide. Opnieuw, tabel van Mendeleev, een aantal elementen gaan gebruiken, samenstellen tot we een halfgeleider hebben met dezelfde eigenschappen als koper-indium-gallium-selenide. Dus door nu zink, tin en sulfide te gebruiken, kunnen we iets heel gelijkaardigs gaan maken. Dat is een eerste voorbeeld. Een tweede voorbeeld, als ik terugga naar ons spectrum, dus hier hebben we ons zichtbaar spectrum, maar dat is niet volledig, dat is geen wat wij kunnen zien, maar hier voor het blauw hebben we ook nog ultraviolet, hetgeen wij niet kunnen zien, en achter het rood, hebben we ook het infrarood, het deel wij ook niet kunnen zien. Het is perfect mogelijk om de tabellen van Mendeleev terug te gaan gebruiken, elementen samen te stellen die of in het ultraviolet gaan absorberen, maar niet in het zichtbaar licht, of in het infrarood absorberen, maar niet in het zichtbaar licht. Als je die twee dan samenstelt, dan krijg je eigenlijk een zonnepaneel transparant voor zichtbaar licht, of een glaspaneel. Dan heb je wel degelijk een glaspaneel waarmee je ook elektriciteit kan opwekken. En dat kan gebruikt worden door architecten voor grote mooie gebouwen. Voorbeeldje. Hier zie je zo'n ultraviolet laagje op een stukje glas. Ik kan er inderdaad mooi doorkijken, zoals je kan zien. Dit laagje werkt wel degelijk zoals een fotovoltaïsch materiaal. Ze zet fotonen van de zon om in elektronen die we kunnen gebruiken voor energie. Dit materiaal is zink sulfide selenide. Dus je ziet opnieuw dat wij gewoon met de tabel van Mendeleev gaan spelen zijn om een fotovoltaïsch materiaal te componeren. Ik kan het zo gek niet bedenken of we kunnen het wel ergens maken. En zo kom ik tot mijn eindconclusie. Hoe wordt zonlicht elektriciteit? Wel, voor meer dan 100 jaar weten we hoe we fotovoltaïsche materialen kunnen gebruiken om fotonen, namelijk energiepakketjes van de zon, om te zetten in elektronen, stromende elektronen, namelijk elektriciteit. En in het labo zijn we deze zonnepanelen nog aan het optimaliseren, zowel wat betreft de efficiëntie, maar ook wat betreft nieuwe toepassingen, zodanig dat bijvoorbeeld architecten er warm van worden en het meer en meer gebruikt wordt en dat zonne-energie een heel belangrijke vorm van energie kan en zal zijn voor onze heel nabije toekomst. Ik dank u.